Ik heb weer een nieuwe video voor jullie. Ik heb even heel iets anders. Deze video komt zondag online. En gisteren, zaterdag, hebben wij met ons DT-team, de Zen-team van Kaatjes Inspiratie Challenges, een teamdag gehad. En daar heb ik dit voor gemaakt voor de dames. Ik neem dit filmpje nu natuurlijk al op, maar ik weet zeker dat we een hartstikke leuke dag hebben met elkaar. Leuke teamdag. We gaan een mooi project maken. Dat zullen jullie ook dan wel zien in de groep. En ik heb voor de dames heb ik allemaal dit, zo'n tasje gemaakt. Met een klittenbandje vast. En ik heb er wat lekkers met wat prutjes in gedaan. Wat leuke dingetjes. En dat heb ik voor elk Zen-teamlid heb ik dit gemaakt. Hier zie je een bakje met spulletjes. Die ga ik gebruiken. Ik heb er ook nog in een ander kleurtje. Ook nog in het groen. Kaartje zelf gemaakt. Fijne DT-dag. Dus, en ik wil jullie graag laten zien hoe ik dit gemaakt heb. Even alles wegzetten. Wat je hiervoor nodig hebt. Dat zijn, dat is één stukje dessertpapier. Van, ik heb een blokje van 15-3 is het? 15-3 of 15-2 keer 15-2? 15-25. En daar snijdt niks vanaf. Ik heb gewoon één zo'n velletje nodig. En we zijn nodig. Ik had het hier al even ingedaan. Twee strookjes van 9,3 breed en 1,3 hoog. Twee keer. Twee strookjes, dat is dan voor de handvaartjes, 1 centimeter hoog en 20 centimeter breed. En ik heb hier een rondje van 2 inch. Ik heb zo'n pons, dus ik heb hem uitgeponst. En hier gaan we dat tasje dan van maken. Ik heb hier al wat prutjes verzameld. We gaan rillen. Even alles goed neerzetten, zodat jullie goed kunnen meekijken dat ik aan het rillen ben. Oh ja, hij is nu in beeld. Ik wil dit graag als de voorkant. Dus mijn tasje komt dan zo. Dan hou ik dit als de voorkant. Ik leg hem in mijn machine. Met de goede kant naar voren, met je, ook met je richting goed naar voren. En deze ril je, mijn snijmes aan de kant, op 3 centimeter. En dan draai ik hem om en dan ril ik hem weer aan 3 centimeter. Ja, dat is 3 centimeter van links en 3 centimeter van rechts. En dan doe ik 6 centimeter vanaf de onderkant. Dan draai ik hem om en dan doe ik ook 6 centimeter vanaf de bovenkant. Dus 6 centimeter van boven, 6 centimeter van onder, 3 van rechts en 3 van links. Dit is wat we doen met de machine. Dan ga ik ze eventjes doorrillen. Het is een heel eenvoudig tasje, maar ik vond het zo leuk. Het gaat ook om een aardigheidje. Dus zo komt je tasje. Nou, die stukjes van 3, moet hem even weer goed, van 3 centimeter, die komen straks naar binnen. Dus dan wil ik even aftekenen, want hier heb ik ook nog zo'n tasje. Je moet deze vouw moet je erin krijgen. Ik leg hem even open buiten beeld, zodat ik even kan zien hoe ik dat moet doen. Vanaf de achterkant en dan 3 centimeter. Je hebt dus hier, dit strookje is 6 centimeter. En dan zet ik even mijn puntje precies op die kruising van de 3 en de 6.
Dan zet ik even een puntje. En dan leg ik hem hier tegenaan. En dan teken ik hem af op 3 centimeter. Doe ik ook aan dit stukje. 3 centimeter. Zet ik gewoon even een puntje, zodat ik weet waar ik moet rillen. Deze zet ik op 3 centimeter. En deze ook. Zit er echt niet zo goed voor en het glinst het allemaal. Hop. Ook op 3 centimeter. Dan gaan we rillen. En dan gaan we rillen van dat hoekje, dus van die kruising. Van de kruising gaan we rillen naar die 3 centimeter en van deze kruising naar onder. Even met mijn riltool. Ik zet hem dan even, dat bolletje zet ik er meestal in, zodat ik een kuiltje krijg. En hier was mijn andere 3 centimeter. Dus ik zet hem in dat holletje en dan ril ik naar mijn puntje van de 3 centimeter. Dat doe ik aan deze kant ook. Ik zet hem in de kruising. En dan ril ik naar mijn aftekenpuntje. Deze ook. En bij de laatste. Dus vanaf de kruising ril je naar je aftekenpuntje. En dan probeer ik hem te vouwen. En dan even goed doorrillen. Deze zit net de verkeerde kant op, maar dat is niet erg. Je kunt hem zo weer terugpakken. Zorg je dus dat je dit krijgt. Zo ril je hem. Dus je maakt er bergvouwen van. Dit een bergvouw. En dit een bergvouw. Die ril je dan naar binnen. En als je hem dan zo gevouwen hebt, dus je hebt er overal heb je bergvouwen van gemaakt. Want dan komt hij weer zo. En dan ga je deze stukjes, dus die schuine stukjes, die ga je vastplakken. Dan denk ik, teken het even af. Daar zie je niks van, want dat plak ik toch. Dus doe er een beetje lijm aan. Je mag het ook met tape doen als je dat wil. Dus die schuine stukjes, die plakken we dicht. Die vouwen we gewoon naar binnen. En dan doe ik de andere kant ook. En deze kant. Vouw ik ook dubbel. Vouw ik gewoon naar binnen. Vergeet ik wat, zie ik. Ik wou hem nog graag eventjes beinkten. Nou, dat kan nog wel. Binnenkant hoeft eigenlijk niet. Dan kun je hem dus zo dubbel vouwen. Ik hou die grotere bloemetjes bovenaan. Dit is de onderkant, de achterkant. En nou hebben we het vastgeplakt. Dan kunnen we deze stukjes kunnen we dus naar buiten doen. Die tillen we naar buiten.
En dan is dit je bakje. En om nou die vouw erin te krijgen, duw je deze naar binnen. En dan zorg je dat je die twee puntjes naar elkaar toe doet. En deze duw je naar binnen. En dan pak je hem even vast. Kijk, en dan heb je gewoon je vouw er al in. Doe hem ook aan de andere kant. Deze duw ik naar binnen. Die puntjes even tegen elkaar aan. Even vast. En dan heb je je puntje erin. En dan heb je je tasje eigenlijk al. Dit is je tasje. Dit is mijn voorkant. En nu had ik 2 strookjes van 9,3 breed en 1,3 hoog. Die plak ik hier op. Die komt aan deze kant. Die ga ik wel eventjes beinkten. Hij is iets te groot, maar we knippen hem dan zo wel weer af. Dat is niet zo erg. Een beetje lijm eraan. En dan plak ik deze aan de voorkant. Plak hem precies gelijk met mijn dessinpapier. Ik hou een stukje over. En dan doe ik aan de andere kant ook. Plak ik hem ook hier op. Deze kant kun je het vaak beter zien aan de binnenkant. Of je mooi recht zit. En dan wat over is, dat knip ik er dan af. En aan deze kant ook. Die stukjes kunnen weg. Even weer met mijn inktelangers. En dan had ik dus die andere 2 strookjes van 1 cm hoog en 20 cm breed. Dit worden dan de hengseltjes. Eventjes nog beinkten. Oh. En deze doe ik dan even met mijn vouwbeen. Ze een beetje rond maken. Even de goede kant. Ja. En dan doe ik aan de achterkant een beetje lijm. En dan plak ik hem nou een halve centimeter. Of een paar millimeter van de kant plak ik hem op dat strookje. Iets te veel lijm gebruikt, zie ik. Dit is maar een klein stukje wat ik van de kant dat ik hem plak. Een beetje pikvingers van de lijm en de inkt. En dat doe ik ook met die andere. Hop. Ook een beetje lijm op. En die plak ik aan de andere kant. En die doe ik ook een paar centimeter of een paar millimeter van de kant dat ik hem hier zo plak. Deze heeft even de tijd gehad om te drogen. Dan doe ik hier weer een beetje lijm op de achterkant. En dan komt hij ook aan deze kant op dat bandje een paar millimeter vanaf de kant.
En dat ga ik met deze ook weer doen. Ook weer een paar millimeter ervan af. En dan hadden we nog ons rondje. Rondje is dan 2 inch. Ik heb daar een pons voor. Je kan ook een mal daarvoor gebruiken. En dan is die ongeveer 5 centimeter in doorsnee. En deze vouw ik dubbel. Even goed met mijn vouwringenlangers. En dan doe ik op 1 helft aan de binnenkant doe ik een beetje lijm. En dan even kijken wat mijn dit was mijn achterkant. Dit is mijn achterkant. Dus dan plak ik hem, leg ik hem in het midden van de achterkant. En dan plak ik hem vast. Ik kijk even dat hij een beetje in het midden zit. Ik meet dat niet af hoor. Dat hij hier goed vast zit. En dan aan de binnenkant, daar heb ik een klittenbandje. En daar plak ik op dit stukje met die haakjes. Die plak ik daarop. Dit is een zelfplakker. En die plak ik een beetje in het midden. Probeer ik althans. Doe hem even goed aan. En dan dit is de zachte kant van de klittenband. En die duw ik hier op. Dan vouw ik mijn tasje dicht. En dan zorg ik dat ik de hoekjes goed op elkaar heb. Hou ik hem goed vast. En dan vouw ik deze eroverheen. En dan heb ik mijn tasje dicht. Even voorzichtig los. Je kunt hem ook nog gewoon plat leggen. Hè? Ik duw dit nog even goed aan. En die. En dan heb ik hier mijn tasje. En daar had ik nog voor. Even kijken. Ik heb mijn spulletjes. Ik had hier wat plakpareltjes. Kijken, ik moet er nog ergens één hebben. Oh, hier zit ik in het hoekje. En die plak ik hier op. En deze hier. En dat doe ik ook aan de achterkant. Die komt daar. En deze heeft geen zin. Ja, komt hier. En die komt hier. En dan heb ik een bannetje gemaakt. Fijne kaartjes, inspiratie, challenges, DT-dag. Dan heb ik een stukje hemkoord. Deze heb ik met de computer gemaakt. Dan heb ik hem uitgeprint. Is heel eenvoudig om het zelf te maken. En dan doe ik dit om een hengseltje. Deze knoop ik dicht, een strikje erop. Ik zal straks mijn naam er nog even op zetten. Dat heb ik nu natuurlijk nog niet gedaan. Die komt hier. En dan had ik nog een vlinder. Ik wou eentje hebben die een beetje afsteekt bij dit papier.
ik hier zo. En dan had ik voor op dat rondje had ik nog een strikje. Daar heb ik net mijn lijmpistool naar gezet. Dus ik hoop dat dit dat doet. Nog niet. Hij doet het nog niet. Dan wacht ik nog eventjes. Dan kan ik eerst wel eventjes mijn tasje inpakken. Kan ik jullie gelijk laten zien wat ik erin heb. Ik heb er zo'n grote paperclip in. Ik heb er een bloemetje in. Ik heb 3 houten bloemetjes. Ik heb zo'n arrow, wat is het, zo'n pijl erin. Ik heb 2 hartjes. Ik heb 2 knoopjes. Ik heb zo'n klein kwastje zit erin. En een klein, heel klein flesje met schutmateriaal. Er zit iets van kleine hartjes zit hierin. Dat doe ik hierin. En ik heb nog een snoepje. En dat past er volgens mij allemaal. Oh, daar gaat mijn vlinder. Past er volgens mij prima in. Doe ik hem weer dicht. Even kijken of mijn lijmpistool het ondertussen doet. Ja. En dan doe ik hier nog een strikje op. Dit is mijn presentje voor de dames. We zijn met 9 personen. Dus ik heb er 8 gemaakt. Ik hoop dat je het leuk gevonden hebt. Kijk ook nog even in onze groep Kaartjes Inspiratie Challenges op Facebook. Daar kun je vast ons, daar zie je vast ons project daar wel wat we gemaakt hebben die dag. En dit tasje is ook heel leuk om te maken. Leuk voor een verjaardag of inderdaad voor een DT-dag. Als je deze filmpjes leuk vindt, dan kun je lid worden of abonnee worden van mijn kanaal. En als je ook op het belletje drukt, dan krijg je melding als er weer een nieuwe video online komt. Dit was het weer voor vandaag. Tot de volgende keer.